Hallo allemaal, ik ben Marit Krol en wij zijn hier met Link Media met Clown Kim. Zij is bekend in Rotterdam en Voorne-Putten en we gaan vandaag een interview doen met haar over haar passie en over wat zij allemaal doet in het dagelijks leven. Hi. Hoi. Hoi. Hallo. Zou je misschien iets wat willen vertellen over jezelf en over wat je een beetje doet en zo? Ja, ik ben Clown Kim en ik maak allemaal leuke ballonnenfiguren. Mm-hmm. En ik kan sminken en glittertatoeages plaatsen. Ja. En dat doe ik op verjaardagsfeestjes, maar op scholen, op winkelcentrums, bruiloften. Eigenlijk alles waar feest wordt gefeest, daar ben ik bij, zeg maar. Er is geen feest waar ik geen Clown Kim is geweest. En hoe kom je dan erbij dat je... Dat je dit wilde gaan doen. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, ik ben 8 jaar geleden ben ik getrouwd met mijn huidige man. Mm-hmm. En toen kwam er ook een entertainer bij ons thuis op het feest. En toen dacht ik, oh, dat is superleuk. Een vriendin zei tegen mij, dat is echt iets voor jou. Ja, ja. Een beetje uit grap is het begonnen en nooit verwacht dat het zo groot zou worden. Nooit meer gestopt daarna. Nee. En je vertelt op scholen, op bruiloften. En is het dan vooral ook echt alleen met kinderen? Of dan met bruiloften ook met wat oudere, volwassenen mensen? Ik kom ook op bedrijfsfeesten, zeg maar. Dus ook met alleen maar volwassenen, maar ook bejaardentehuizen. Mensen die dement zijn. Mm-hmm. En eigenlijk voor jong en oud is het eigenlijk hartstikke leuk. En wat vind je dan zelf stiekem het leukst om te doen? Of kan je daar eigenlijk niet uit kiezen? Nee, ik kan er eigenlijk niet uit kiezen, omdat het zo... Bij elk feest is anders. En mm-hmm. doordat het zo verschillend is, blijft het ook echt heel erg leuk. Ja, dat snap ik. En dan... je hebt nu iets minder eventueel kunnen doen. Maar hoe heb je dat dan toch nog op kunnen lossen dat je... Nu ook gewoon leuke dingen. Ik heb een heel poosje lang heb ik gewoon voordeurbezoekjes gedaan. Dus ik kwam mm-hmm. aan de deur. En dan ging ik gewoon voor de deur dansen. En maakte ik van tevoren een grote ballon-creatie. Oh, ja. En ik kreeg dan degene voor wie ik kwam. Mm-hmm. Ja, en met muziek. Dus zo heb ik wel gewoon de hele tijd kunnen blijven werken. En gelukkig was er op periode dat natuurlijk de kinderen bij elkaar mochten komen. En toen heb ik gewoon allemaal feestjes blijven doen. En nou, gelukkig mag weer een beetje alles. Daar ben ik wel blij mee. Nu we hier zijn, we zijn in het theater. En we zitten natuurlijk helemaal met alle schmink en allerlei dingen. Je hebt wat dingen meegenomen. Ja. Hoe ben je daarachter gekomen? Wat is Clown Kim? De kleding, de make-up? Ja, ik ben gewoon eigenlijk mezelf. Maar dan wel een beetje uitgeschoten met mijn make-up, zeg ik altijd. Ik heb natuurlijk wel verschillende personages, maar merendeels is Clown Kim. Ook Clown Kim, daar ben ik mee begonnen. Ja. En uiteindelijk heb ik ook wel andere prinsessen, piraten, superhelden. Maar het hoofddoel is ook Clown Kim. En ik blijf ook mijn naam Clown Kim houden. Ja. Ja. Omdat al kom ik als prinses, noemen de kinderen me, als ze me kennen als Clown Kim... Clown Kim. Dus het maakt niet uit. Ik heb wel verschillende jurken dan en verschillende Clown Kim kleding. Maar voor de rest ben ik gewoon mezelf. Alleen ik doe een beetje gek. Dat lijkt me dan wel heel makkelijk om gewoon lekker jezelf, maar dan net iets uitbundiger, zeg maar. Je hoeft niet echt iets op te zetten. Ik heb ook geen ander stemmetje, zeg maar. Nee. Dus het is gewoon, gewoon eigenlijk. Maar dan de leukste baan die er is, zeg ik altijd maar. Is er iets... wat je tot nu toe hebt gedaan, dat je zegt, dat is echt het vetste. Wat ik tot nu toe, niks gaat dat overtreffen. Ja, dat is één keer ben ik bij het Koen en Sanderfest geweest van 538. Ja, en dat was echt zo mega groot. En voor mij de allereerste keer dat het zo groot was. Ja. Waardoor ik echt mijn ogen uitkeek, dat ik echt dacht, wauw, dit is wel heel gaaf. En eigenlijk zou ik wel meerdere dingen zo willen hebben, ja. En wat mocht je daar dan doen? Wat was jouw rol daarin? De opening van het Koen en Sanderfest, zeg maar. Dus we deden dat was echt heel gaaf. En ik had ook daar mijn man meegenomen. Mm-hmm. Daar heb ik een kostuum van Clown Kim gemaakt. Dus die stond ook op het podium, waardoor we echt, dat was echt waanzinnig. Maar ook mijn allereerste kinderfeestje, zeg maar, mm-hmm. die blijf je ook altijd onthouden. Dat ik was zo zenuwachtig en... Mm-hmm. Ja, dus er zijn wel meerdere dingen die ik dan... Alles mijn eerste keer is natuurlijk spannend en heel vet. Vet. Alleen de laatste was dan het Koen en Sanderfest. En dat was al dat je denkt van wow, wat gaaf. Wie had dat ooit verwacht dat je op een zo podium zou komen te staan als een clown? Ja, dat had ik nooit verwacht. Dat zeg maar kan, dat mensen dat willen, dat ze dat leuk vinden, dat je daar komt. Dat je daar komt en...
Ja, ik zou helemaal nooit, toen ik dit begon, dacht ik echt, dit is een grap, zeg maar. Van, ik doe dit een paar keer en dan is het voorbij. Ja, ja, en dus, er zijn zulke leuke dingen op mijn pad gekomen. Dat je een interview met het AD en allemaal dat soort dingen. Dan word je gebeld door 538 of Q-Music. Ja, dat zijn dan de grote namen. Ja. En ja, nu zit ik bij jullie. Dat had ik ook nooit verwacht. Dat zijn allemaal dingen dat ik denk van, wauw. Waar kom ik terecht eigenlijk als clown? Want je zegt het begon als een grap, maar als ik hier nu zo rondkijk in de dingen, is dat het ondertussen niet meer, zeker niet nee. meer? Je hebt een eigen knuffel bij. Ja, mijn Clown Kim knuffel. En je hebt een boek uitgebracht. Ja, dat is ook echt heel erg gaaf. Kan je daar wat over vertellen? Nou ja, ik wou al heel graag meer merchandising. Mm-hmm. En ja, Clown Kim, kinderen zijn soms idool voor mij. Dus ik dacht bij mijn eigen van, leuk, laten we dat gaan doen. Mm-hmm. Dus ik met een vriendin, Sarah van de Studiebol, die heeft het boek geschreven dan. En mijn dochter dan, Jennifer, die heeft alle tekeningen gemaakt. En dan is dit boek ontstaan, een Clown Kim boek. Lijkt me wel heel speciaal ook inderdaad dat dan een goede vriendin en je dochter daaraan mee kunnen werken. Ja, dat is echt heel erg leuk. Dat is echt al, ja, had ik ook eigenlijk nooit durven te dromen. Dat je een eigen boek hebt? Nee, precies. Want hoe ziet jouw dochter dat dan? Dat je hier, helpt ze wel eens of is ze daarmee bezig? Wat vindt ze ervan? Ja, ze vindt het heel leuk om te doen en dit vond ze ook om te tekenen heel gaaf. Ja, en als ik van die hele grote feesten heb, ze kan ook heel goed sminken. Dus die neem ik regelmatig, neem ik haar mee of glittertato's plaatsen. En als ze meerdere personen erbij willen hebben, betrek ik haar erbij. En 5 december ook. En dat is gewoon wel leuk, moeder-dochter, vriendinnen-ding, zeg maar. Ik betrek iedereen er zoveel mogelijk bij, dat ze dat allemaal leuke dingen... Samen die gezelligheid, zeg maar, doen. En kan je ons misschien uitleggen, nou ja, je hebt dan verteld, je bent bij elke leeftijd. En wat doe je dan precies? Hoe gaat zoiets, waar begin je mee? Je hebt ballonnen, je hebt glitters, je hebt alles. Ja, ik kom binnen, zeg maar. En dan als ik het op een verjaardagsfeestje heb, kom ik altijd al met muziek binnen van lang zal ze leven, zeg maar. Nou, dan heb je al gelijk van, wow, kijk, sommige kinderen vinden het een beetje spannend. Dan doe ik gelijk rustig. Mm-hmm. Dan heb ik mijn ballonnenkoffer en dan gaan we toveren uit. En dan komen eerst ballonnen uit en dan komen een kleine doosje. En ik weet niet meer hoe ik een ballon op moet plaatsen. En dan vraag ik de kinderen, help me. Nou, die zijn dan vol enthousiasme. Doen ze mee. Dan heb ik mijn ballonnenschort. En dan ga ik allemaal ballonnenfiguurtjes maken. Maar dat doe ik een beetje spelenderwijs interactief. Ja. Zodat de kinderen niet... dat ze geëntertained worden. Ja. Nou, als ze allemaal, dan maak ik allemaal ballonnenhoedjes ervan voor die kinderen. En als ze uiteindelijk allemaal ballonnenhoed hebben, zet ik de mini-disco aan. En dan gaan we even 1-2 liedjes met elkaar dansen. Groepsfoto. Mm-hmm. En dan vervolgens begin ik met glittertatus te plaatsen. En dan krijg ik meestal wel een rijvorming. Ja. En sminken als ze licht eraan hoe lang ze me inhuren. Ja. Wat er komt, zeg maar. En als ik bij een bejaarde thuis kom, dan loop ik al gewoon met een ballonnenschort. Mm-hmm. En dan vraag ik gewoon aan de mensen of ze een ballon willen hebben. Ja. En dan maak ik een ballonnenfiguur voor ze. Oh. En ja, dan doe ik niet heel kinderachtig, zeg maar, met de chichua of zo. Die zet ik dan niet aan. Die komt er dan niet bij. Nee. Jammer. En als ik op bedrijfsfeesten zijn, dan loop ik gewoon door het publiek heen. En dan, dan ga ik, zeg maar, speciale ballonnen maken, zeg maar, voor de mensen ook. En als ze een drankje op hebben, ja, dan liggen ze helemaal in de deuk. Met een aap op hun hoofd of iets. We hebben nu al best wel veel dingen besproken. Is er nog iets waar we het nog niet over hebben gehad, wat je misschien ook nog zou willen vertellen, waar je mee bezig bent? Of wat je misschien in de toekomst nu gaat doen? Ja, in de toekomst wil ik heel graag met een andere vriendin van Kimmy's Bakery, willen we samen van de lekkere cakejes. Ja, lekker. Gaan we zo lekker opeten. Willen we, dat is onze, hoe noem je dat? Wij willen heel graag, zeg maar, samen een bedrijf opstarten, dat je een feest bij ons kan gaan doen. En zij maakt dan de taarten en ik de versiering van de ballonnen en de kinderentertainment of andere entertainment. En dan hopen we dat we zoiets kunnen realiseren, zeg maar. Dat is wel heel spannend. Dat ze allemaal naar ons toe komen in plaats van dat ik dan naar de feestjes toe ga. Dan komen ze naar ons toe. Dat hopen we in de toekomst te kunnen doen. Nou, heel erg bedankt dat je hier met ons wilde zijn. Nou, en ik vond het super leuk om dit allemaal nu te zien. Het is heel nieuws. Zou je misschien nog iets voor ons kunnen maken? Maakt niet uit wat. Maakt niet uit wat. Iets wat je leuk vindt. Mag jij het raden wat ik ga maken? Oké. Ik ga een dier maken die groen is. Oeh. En wat denk je? Wat voor dier is er allemaal groen?
Een leguaan. Een... Wordt geen leguaan. Geen leguaan. Nee. Een kikker. Het wordt dus. Een kikker, ja. Gaan we deze hier zo? Kijk, en als ik dan met kinderen bezig ben, dan vraag ik, wat doet een kikker? Dan gaan ze een kikker voor hem nadoen. En wat eet een kikker of wat drinkt een kikker? En in de tussentijd heb ik deze kikker gemaakt. Gaan we er eens even de oogjes op tekenen. En nog een oogje. Kwak, 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 kwak. Alsjeblieft. Dankjewel. Bedankt allemaal voor het kijken. En bedankt Kim dat je hier wilde zijn. Dankjewel dat ik mocht komen. Superleuk. Fijne dag verder.